Is het er klaar voor? Hoe nee? Ja, of niet? We gaan toch gewoon een vlog maken? Hé? Dat is toch lang geleden? Gaat jij doen of moet ik doen? Nee. We gaan het samen doen? Nee. Hey, waarom niet? Maar moeten we de intro maken? Begint er aan. Oh. Maar het is misschien al bezig. Ja, nog beter. Ja? Ah, ja. Ja? Exeten. Oh my god, mens. Vandaag is zondag. Anouk heeft dat mega mis dat ik vlog. Hé? Niet. Dus zeggen we... Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Woppa! Nieuwe dag, nieuwe hond. Voilà, zie. De mensen hebben mijn hond nog niet gezien. Ik heb een nieuw hondje. Dat is Bobby. Dat is zijn naam. En Bobby is een jongetje, want moest Bobby een meisje zijn, zou het maar een belachelijke naam zijn, hè? Ja, want dat past niet voor een meisje. Oké, okay. We gaan dus eitjes eten. Voilà. Maar je hebt wel mijn eitjes al schoon gebakken, hè, zoetje? Het is ook niet echt representabel, is dat een woord? Spreek het niet. Wat moet ik doen? Eerst leren uitspreken. Ja. Oké. Okay. Goed, dus ja, dat is... Bobby, we hebben Bobby van, van wanneer hebben we hem? Januari? Van januari. En hij is nu 5 maand oud, onze Bobby. En dat is een boerfox, noemt dat. We hebben dat gekocht bij een boer in Wetteren. En ik ga even vertellen hoe dat ging. Dus, Anouk zegt tegen mij, ik wil een handje, ik wil een handje. Nee, onze kat was weg. Ah, onze kat was weg, Felix is weg. Felix is nooit meer teruggekomen, dus Anouk zegt, maar ik wil een hondje, ik wil een hondje. En ik zeg altijd, nee, geen hond meer. Kerstmaat? Dastmaat? Ik zeg, nee, geen hond meer, geen hond meer. Maar, ja, ik heb mijn eigen weer laten overal. Dus op een dag komt ze thuis en ik zeg, Ela, niet aan mijn eiers komen. Ik bedoel die eiers, hè. Op een dag komt ze thuis van haar werk en ik zeg, kijk, goed, maakt u nu klaar? En we zijn nu direct weg. We gaan achter een puppy. En ze was gewoon te ween van contentement. Zus dat niet? Voilà. Dus we zijn dan naar Wetteren gereden. We komen daartoe op zo'n oud boerenhof. En een keer komt, maar dat was nog volop in corona-time. En we komen daartoe. En een keer zegt die vent: ah, gewoon mijn muilband. En ik dacht dat hij zei: ja, ik ga eerst zijn muilband aan doen. Dus ik dacht al van, oh my god, nee, het is dus niet zo'n agressieve vader of moeder dat die puppy's zijn, weet ik veel. Maar hij bedoelde dus, als wetters en op zijn boers van, oh, ik ga mijn muilband aandoen. En wat dat zijn? Zijn mondmasker. Ja, oké. Okay. Dus wij dan naar binnen, vanachter in de stal, zaten al die puppy'tjes. Tussen de koeien en de ezels en de kiekjes en weet ik veel, zaten ze daar gewoon, ja, al tussen gewoon de dieren. He? En toen mocht Anouk kiezen, ik denk uit 4 puppies, he? Want de rest was al besproken. En dat was €150 en ik heb dat direct betaald en die deal ging daar in 5 minuten ging dat door. En ondertussen is hij natuurlijk al gechipt en gedaan en is hij ook al veel gegroeid. Hé hey, Bobby? Hoi Bobby? Kijk niet in de camera Bobby. Kijk, Bobby. Goed, oké, okay. Bobby heeft juist gegeten. Wij... En zust, ik heb er zust mee wees gaan wandelen. En nu ga ik eten mijn eitje. Kan ik even proeven naar uw ei-kwaliteit? Dat goedje, hè? Dat goed ook, hè? Ei-kwaliteit! Mmm. Lekker. Hey, nee, allee. Oh, dat was wel geestig, hè? Met zo'n noot. Nee. Maar ik ga hem in zijn kooitje steken, want anders gaat dat niet lukken. Dus, kan ik je tonen hoe dat we dat doen? Ach, eten moet hij zijn kooikje. Want anders lukt dat niet voor te eten. Dus, hier staat er een potje. En dat potje zit er allemaal snoepjes. Zo. En zo krijgen we hem dus in zijn kooikje. Zo, voilà, je weet het al natuurlijk. Dat is zijn zetelgedoe. En dat is hier een kooikje. En dat is een kooi voor in de auto. Maar we hebben dat eruit gehaald omdat we het ding moeten vervoeren. Dus, we doen gewoon zo. Hopla. En toch gaat hij erin. Woep. Met nog een extra duwtje erbij. Voilà. En nu kunnen wij... op ons gemak eten. Oeh, ik ben al buiten adem van te spreken.
Zot, hè? Voilà. Allee, mensen, we gaan een beetje eten en dan ga ik vertalen wat we vandaag gaan doen. Goed? Allee, noem je zo yo, yo, yo. Voilà, mensen. Iets mega interessant. Ik kan u een keer tonen hoe dat ik liefst mijn eitje eet. Oké? Okay? Ben ik een beetje vermagerd? Mag ik zo op die camera? Nee, ben ik niet vermagerd? Oké. Okay. Dus, heel simpel. Botram. Of in West-Vlaanderen, stutte. Wacht, maar ik kan een ander pak. Maar dat was een beetje het uiteinde. Hè? Dus, herhaling. Botram. Of in het West-Vlaams, stutte. Dus, hun heel dat ei, bam erop. Maar, doe een keer dat knipje. Dus ik doe dat dan een beetje ketchup op. Maar ik weet niet wat er scheelt met die fles. Maar die fles moet je, ik weet niet waar het op duwen. En toen komt er gewoon veel te veel uit. Hoe komt dat eigenlijk? Oké, okay, dus ik duw. Ik ben niet aan het zeven. Ah, kijk, voilà. Maar dat is veel te veel, hè. Dan maak je zo. Hé? Ah, je spijt dat dat zo. Wat, hè? Moet jij weer geen verkeerde dingen denken? Jongens, ik ben bezig met mijn eitje, hè. Mm-hmm. En toen gewoon zo. Nou, goed, hè. Ik ga nog een keer iets zeggen. De mensen eten allemaal al de boterham verkeerd op. Wist je dat? Mensen vouwen al de brood en normaal beginnen ze hier te eten. Nee, je moet je brood vouwen en beginnen eten aan je korst. Waarom? Dan kan er niks hier van tussen vallen. Je charcuterie blijft schoon zitten. Soms doe je een keer salade, tomaatje tussen je boterham. En dat blijft allemaal schoon zitten. Dus je moet zo eten. Ja, ik heb dat dan aan de zijkant niet. En drupt het dan aan de zijkant uit. Dat is waar. Goed. Goed. Ik kan nu een keer zeggen wat we zo biedt gaan doen. Het is mijn... Dinsdag is mijn pa zijn verjaardag. Dus gaan we dat vandaag, zondag, gaan vieren. Hoe gaan we dat vieren? Ha! Ik heb een taart besteld voor hem. Ik heb nog een cadeautje voor hem. En we gaan zo biedt naar Veurne gaan. En we gaan dat gaan afgeven. En wie gaat er daarbij zijn? De mama en de papa van Anouk gaan daarbij zijn. Voilà, dat is de eerste keer dat de mama en de papa van Anouk, dat is dus Pietje en Elsje, gaan ze naar Veurne gaan. Allee, bij mijn ouders. Zot, hè? En Anouk kijkt er enorm naar uit, hè? Nou, heel de weken dat je zo excited bent. Spreek voor jezelf, hè? Maar het is zo. Allee. Ik wil dat zondag is, ik wil dat zondag is. Hey. Dat is het of niet? Nee. Oh, waarom niet? Ja, af en toe niet opletten dat ik zo, waarom zo een keer spreek. We hebben juist het seizoen, vier seizoenen gekeken van Mokro Mafia. Niet normaal goede serie. En ja, zo, soms spreken ze zo een beetje zo. Ja, zo. Zij kan dat ook, hè? Je kunt dat ook goed, hè? Ja, jongen. Jawel, hij kunt zelfs die woorden zo. Kifesje of zoiets, of weet ik veel. Maar jawel, jongen, hij is een beetje een half Marokkaanse, hè? Wat er niks vergeet mee is, hè? Goed, allee. We gaan dat zobiet opeten. En dan. Hey, we gaan dat nu opeten, wil ik zeggen. En dan zijn we toch weg. Goed? Allee. Zo biedt, hè. Joe. Hoi. Happy birthday to you. We zijn wel op tijd, hè. Ah ja, wel, we zijn nu een keer op tijd. Goed, hè? Ja, ik heb mijn t-shirt nog niet aan. Ah ja, je moet een Batman t-shirt aandoen. Ah ja, tuurlijk. Ik wist niet dat jullie... Ik dacht om 2:00. Ah ja, maar we zijn expres een beetje vroeger gekomen, speciaal voor jou. Ik ga direct niet naar landen. Ja, sorry. Ja.
Oké, wat gaan we eerst doen? Heel die auto zit vol met dvd's en pc-spelen. En spelletjes. Dat is een heel lot dat ik overgekocht heb van Piet, zijn overbuur. Omdat die mensen gestorven waren. En ik heb voor 11 dozen dvd's 25 euro betaald. Maar in totaal heb ik 2 dozen zelf gehouden. Dus ik heb alles gesorteerd en gekuist en gedaan. En 2 dozen heb ik zelf gehouden. En al dat is allemaal voor mijn ouders voor te verkopen op de rommelmarkt. Het zit een volledige sets in van Columbo en van Claude François. En weet ik veel wat er allemaal in zit. Maar er waren heel veel dingen dat ik al had. En, maar like bijvoorbeeld die series van Columbo, dat interesseert mij toch niet. Dus ik ga dat niet houden. Maar er zit enorm veel dingen in. Voilà, zie. Ja, daar is hij. Voilà, Batman t-shirt. Ik heb het gezegd, hè. Hallo. Ja. Dus we gaan hier binnen staan. Ja. Ah, maar hij is echt goed bezig, hè. Ga ik me even zetten. Doe gulden maar, hè. Goed, we gaan nu eerst een beetje helpen. En dan gaan we naar binnen gaan, hè. Ja. Voilà, mensen. We zijn al zover. Dus we hebben alles uitgeladen. Santé. Kijk, en mijn pa heeft nieuwe tasjes gekocht. Dat zijn migraine tassen. Dus als je daaruit drinkt, ja, sowieso heb je ook diarree en migraine en ja, ja. Gewoon duut. En goesting daar nog? Nee. Ja. Nee, gewoon kokhalzen. Dus kijk, en toen nog een blauw-zwarte kannen. Ja. Ik ben blij dat ik mijn eigen koffie mee heb, want ik drink vanaf nu deka-koffie. Ja. Ken je dat, deka-koffie? Ja, dat is zo... Geel, groen en rood. Ja, KVO. KVO. Voilà. Ja. En straks komt er nog een Zulte Waregem supporter. Ja, ja. Dus, wat zit er met uw Club Brugge? Buiten. Wat zit er met uw Club Brugge? Buiten. Ja, buiten, ja. Je zit met uw Club Brugge, buiten. Nee, helemaal buiten. Goed, oké. Okay. Ja, we zijn dus een beetje tafel aan het zetten, want Biet komt het hoog bezoek. Mijn pa even een beetje nerveus, hè? Oh, het is echt. Maar je bent nerveus, jongen. Maar je hebt mij al 77 berichten gezonden. Wat eten ze? Hoeveel jaar zijn ze? Hoe laat komen ze? Ja. Moet ik dat oud volk hier allemaal ontvangen? Oud volk, je zet de oudste van allemaal. Waar denk je dan? Juist, dus mijn pa wordt 65 jaar. 65 al. Overmorgen, hè? Overmorgen? Nee, nu nog niet. Ik heb een lepeltje. Ah, je hebt nog 2 dagen om te recupereren. Hè? voilà, dus... Analyseren. Allee. Hij moet niet lang, hè? Maar hij weet niet wat dat is. Goed, steunzoon, maar dit zijn we slaat. We voelen het toch wel zeker in mijn schoen. Allee. Ik heb nieuwe dartspelletjes in. Ah ja. Dus sowieso om hier een uur zitten had te zeggen: moesten we nu een keer dartsen? Ja. Hé? Ja. Had dan een keer, hey, had toch zo'n beetje je Batman-collectie laten zien? Oh. Ah ja, maar straks hè. Als Piet en Els hier is, dan moet je een keer laten zien, hè. Oh. Ah ja, maar ja. Oierbollen. Wat, hè? Zweedse bolletjes in de Aldi. Ja, ik heb ze ook al geduid. Zweedse ballen in de Aldi. Ja, wat is het verkeerd met Roeselaars ballen? Weet ik een beetje met... Maar ze smaken misschien lekker. Dat zijn die bolletjes van in IKEA. Wow. Oh, verdomme. Oh, nee. Wow, dat is een hele goede tip. Toch een goede tip, ja. Dan een chance. Ja, zeker. Met plezier. En, zijn je content? Oh. Zijn een beetje blij bij je speelgoed? Oh ja! Ik zie niet als hoe dat Kevin echt zijn vader was gelijk. Zeker 26 of zoiets. Ja. Of 29? Of was 25. 25. Schoon, hè? Schoon, hè? Dat was ook de max. Ja, hè? Ah, ja. We gaan toch een keer een klein liedje zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday voor papa. Happy birthday to you. Piep, piep, piep. Hoera! Ziet dat ook, hè? Oh. Is dat heel
is hetzelfde. Ja. Woehoe! Moet je dat maar niet bij. Allee, blauw is nee. Chocolade. Yeah. grote jongen, hè. En nu de achterkant. Nee, dat is de voorkant. En hier is de achterkant. Hoe zal het? Wat was Brugge Antwerp om 1:30 begonnen? Zo grappig. Ah, om 1:30. Ah, Peter, kom ik even. 1:30. Ah ja. Nu komen ze. Om de 14 dagen. Maar je moet meer betalen of dat ze vroeger allebei komen. Dat is u opgesleept? Dat is zot, hé. Allee? Maar alles wel. Ja. Dat is hoe in ze? Hij zegt dat. Ja, want dat stort je niet op, die vrouw. Ja, maar zeker niet bij mij. Je moet bij een dien. Ah, zeg je bij een dien. We moeten weer een andere afspraak maken, maar dat is weer een drie-vier dagen later, hè. Dat niet meer. Wat? Ik zei, ja, meneer, ik zei, als die vrouw nog niet daar zit, ik zei, wat moet ons doen? Wat? Ik zei, hoe kun ik het ons weten dat die mensen dat wel kunnen oplossen? Ja. Ik zei, dat stort er niet bij. Wat dan, hè, wie? Maar echt. En wel in bank was toen die afspraak. Ja, dat was gewoon mijn afspraak. Ja. En we maken meer tijd voor jou. En ja, gezien. Ik ken dat stad is gewoon. Ja. Jongen, wie ons dat dan wel? Dat is nog... Dat is nog erger. Echt, geen de zeven. Ze maar rijbewijs. Ze moesten niet rijbewijs hebben. Niet normaal. Oké, we gaan in het stadhuis. Maar wordt dat dus echt niet geloven, hè. We gaan in het stadhuis, kom door binnen. Ja, we gaan wel nog iets verdienen. Ja, kom door. Dat is er dus niemand, hè. Niemand. Oké, we gaan dan naar de loket. Ja, dat is voor een nieuwe rijbewijs. Heb je een afspraak? Ik zei, ja, ik zei, moet je wel meer leuk, hè, eerst een afspraak maken. Ik zei, ja, oké, okay. We gaan naar beneden. Ik zei, wat doet een pastor voor een afspraak? Ik zei, maar lang, zei, ja, ik zei, we zijn hier voor een rembe. Wat? Ik zei, moet je eerst een afspraak maken? Ah ja, wacht. Hier mijn nummer. Ja. Zet u daar en als die nummer erop komt, moet u gaan. Moet naar boven gaan. Ik zei, moet stond er niemand? Ah ja, maar eerst een afspraak. Oké, okay. We zetten ons zus neer. Ding, ding. Ah ja, waar naar boven. Ik zei, hier, we zijn een afspraak. Ah ja. Komt dat even toch? Ik zei, belachelijk hè? Wat? Oké. Okay. Dus regelt dat allemaal? Goed. Donderdag moet er omkomen. Ja, nou de week nog één. Oké. De week nog één, kom er. Weer een afspraak. Nee, wij gaan naar boven. Er is ook niemand weer. Ik zei altijd voor die rentbis. Ja. Ik zei, we komen home. En we moeten eerst een afspraak maken. Kun je dat niet gewinnen? Nee, hè? Wat? Ah ja, was al betaald dan al. Wat? Nee, eerst een afspraak. Nee, naar beneden. Ja, je meent dat niet, hè? Hup, wat naar beneden? Dat is voor een afspraak. Voor nu. Echt? Zullen we dat doen? Nee, als je... Oké, we zetten ons neer. Ding! Ja, ben gooi. Ah ja, tuurlijk. Ik ben van het einde niet. Alsjeblieft, nee. Dat was gewoon afgeven. Dat was gewoon afgeven. Ah, dank u wel. Eerst de afspraak. Come on! Ja, maar ja, dat is. Met de corona. Het einde van de dag moet ik hem zeggen. Wat dat hij doet. Ik heb 20 man.
Ja. En dat is Wim heeft dat nu, heeft hij de maar 19 ja. Ja? En dan is oké, okay, maar vroeger moest hij geen afspraak maken voor de eten, toch? Ja, maar vroeger... Dus een stikje staan, een stikje. Ja, zien. Ja, dat is toch... Ah, joh. Maar het kan wel herger, hè. Het kan wel herger. Het kan wel herger. Met een vriendinnen. En ze zat op de bevolkingen. En vind je het een beetje leuk vandaag? Ja. Dus momenteel spaghetti aan het maken. Voilà. Ja. Dat is de spaghetti. Daar is de sans. De sans en de spaghetti. Spaghetti saus. Weet je wel? Maakt dat er een hoever is, hè? De spaghetti saus speciaal gemaakt op de manier van China. Maar altijd cappellini, hè? Geen spaghetti. Cappellini, hè? Van die dun, hè? Cappellini, hè? Dat is het beste. Dat is het beste. Dat was het. Ja. Allee. Is het wel klaar? Want ik heb een beetje honger. Het is eigenlijk klaar, maar ik moet wachten achter de dingen dat er, ja. En dus als het klaar is, is dat ook klaar. Maar wat moet je wachten? Dan moet ik ook het wordt in goed gieten. Ja, dat is natuurlijk het geheim, hè. Ik kan zeggen wat dat is, je ziet toch ook het wordt over, maar dat is ons geheim, hè. Verstaat? Ja, geen drap meer. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we al een stukje verder. We zijn alweer thuis. In onze tuin. Voilà, dat is onze tuin. Allee, ik zeg dat dat onze tuin is, maar eigenlijk is dat het park. Maar dat ligt letterlijk 3 minuten. Nee, 3 minuten, maar zeg ik nu 3 meter van mijn huis. Dus ik stap uit mijn huis en ik heb dat zicht. Voilà, zie. Ja, het was plezant bij mijn pa. We hebben ons goed geamuseerd, we hebben veel gelachen. Maar nu gaan we nog een keer gaan wandelen met een Bobby. Voilà, dat hij nog zijn piesje en zijn kakje kan doen. Maar veel kakjes zat hij ermee doen. Want we kwamen thuis en er was een kleine verrassing in zijn bench. Hij had een klein beetje kaka gedaan in zijn bench. Maar hij had natuurlijk ook wel 8 uur bijna alleen gezeten. En dat is natuurlijk ja, een beetje veel. Maar niet aan te doen, we zijn opgekuist en nu gaan we nog een wandelingsje doen met een doggy. En Bobby, dat is Wadi. Dat is Wadi, mondje. Ja. Dus, allez, let's walk a little bit. Dus een zoetje. Oh, wat trekt hij een beetje? Ah, de vogeltjes. Hij is zot van vogels. Ik ben ook zot van vogelen. Vogels. Zoetje. Hij ook? Elke keer dat hij dus in het gras komt, komt hij dus mega zot, begint hij mega rond te lopen met te doen. Je moet er niet op letten op Anouk haar broek. Anouk heeft gewoon even haar comfy broek aan gedaan voor te wandelen. En Anouk heeft zoiets van, I don't give a shit wat ze pijzen. Ik doe, kijk aan wat ik wil. Dus ja, dan doen ze maar aan wat ze wilden. Goed, allez, we gaan een beetje wandelen. Let's go, yo. Bobby, zit. 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 Bobby, zit. Zit. Sta. Ja, goed zo. Goed zo. Brave hond. Poging 2. Bobby, zit. 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 Kwispel start. Goed zo. Kom. Oké, okay, Bobby, zet. Poging nummer 3. Zet. 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 Allee, we kunnen het. Zet. Ja, goed zo. Zonder dwang. Goed gedaan hoor. High five. Ja, oké. Okay. Go. Ah.
Voilà, zie, thuisgekomen achter een klein wandelingsje. En nu gaan we de Bobby een beetje wassen. Hé, Bobby? Beetje wassen, hè? Oh ja. Want de Bobby is een beetje vuil. Dus we wassen hem, Anouk wast hem om elke week? Nee. Om de twee weken? Ja, om de twee weken één keer. Wel, ik was me ook maar om de twee weken een keer. Hé, zoetje? Ja, zoiets. En matje? Nog een beetje shampoo? Wat hadden je? Erop duwen. Ja, maar ja, dat gaat niet makkelijk met één hand, hè. Oh. Voilà, zie. Petit babietje. Ja. Is een beetje deugd, hè. Ja. Deugd, ja. Ja. Voilà. Goed. Dus de doggy wordt gewassen. Wij gaan... eigenlijk niks meer doen, hè. Dus dat was het een beetje, mensen, de vlog. Het was eigenlijk al lang geleden dat ik gevlogd heb. Maar ik zeg, vandaag, met die speciale gelegenheid van mijn pa, ik zeg, ik ga een keer vloggen. Goed, voilà. Ik ga de vlog afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Wanneer dat gaat zijn, I don't know. But hey, weet je wat, hè? That's the way it is. Allez, salut, yo, yo, yo.